Kijk, Kiki. Burrata. Ik heb maat XS. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het zondag. Moes en ik gaan naar Istanbul. We zijn nu bijna aangekomen. Want we gaan oversteken met de boot. Dus de auto gaan we parkeren. Het is de eerste keer van Mustafa dat we met de boot gaan. Het is 2,5 uur ongeveer. We komen ook gelijk aan in Istanbul bij de Europese kant. En in Istanbul hebben we een chauffeur geboekt. Die gaat ons de hele dag rondreizen. In de zin van... hij brengt ons waar we naartoe willen. Het is gewoon onze eigen chauffeur. Super fijn. Of we ook niet met die gekke taxichauffeurs continu te discussiëren. Want ik ben taxichauffeurs helemaal zat in Istanbul. En ik wil ook wel onder deze video. Ik ga straks aan de chauffeur vragen of dat mag. Wil ik ook wel onder deze video zijn nummer posten. En alsjeblieft app hem alleen of bel hem alleen. Als je echt hem gaat boeken. Voor in Istanbul. Ja, nummer van de chauffeur post ik onder deze video. En alsjeblieft app hem alleen als je hem echt nodig hebt. Of hem echt gaat boeken. Hij kan je ook ophalen van de airport, by the way. Nou, het is ook echt super lekker weer. Wat zei je? Moe. Ja, je hebt vandaag niet zo heel lang geslapen. Ik ben al sinds 7 uur, half 7 wakker. Want ik was mijn creditcard kwijt. En gelukkig heeft Mustafa die gevonden. In 1 seconde heeft hij hem gevonden, terwijl ik het sinds gisteren aan het zoeken ben. Maar hij is altijd veel beter in het vinden van spullen dan ik. Dat is echt zo. Ik zeg altijd, moest wil je maar alsjeblieft helpen met zoeken? En bam, hij vindt het gewoon. Nou, het lijkt bewolkt. Ja, het is ook bewolkt. Maar het is niet koud vandaag. Het wordt gewoon lekker 20 graden, volop zon. En het voelt echt heerlijk aan, terwijl het gewoon al 8 uur is. Terwijl het pas 8 uur is. Please do not take your children away from you. Do not smoke. Do not place your luggage outside the areas indicated by the crew. Do not open the exit doors during the journey. Do not go out to the deck. Nou guys, wij zijn aangekomen in Istanbul. Hij moest die. Finally. Dear passengers, our sea bus is about to dock at Yenikapı Pier. Please do not leave. Onze eerste stop is Nishantasje. De winkel. Toen we op de boot zaten, dacht ik: oh nee, toch, het is vandaag zondag. Want ik weet, op de zondagen zijn heel veel winkels in Nishantasje gesloten. Toen dacht ik: oh my god, het zou toch niet zo zijn dat wij het vandaag hebben dat de winkel dicht is waar we de kleding moeten ruilen. Maar gelukkig gaat hij om 12 uur open. En by the way, vandaag is. Nederland 1 uur vooruit of achteruit gezet? Achteruit gezet. Ja, dus 2 uur verschil nu. En dat vind ik echt kloten. Want meestal als ik 8 uur in de ochtend wakker ben en ik wil even mijn moeder bellen of wie dan ook, dan wacht ik al een uur of anderhalf uur met bellen. En nu moet ik gewoon nog langer wachten. Dat is echt irritant. Want in Turkije doen ze niet dus zeg maar tijd vooruit of achteruit zetten. Dat doen ze niet. Het is 2 uur verschil, helaas, voor mij, vergeleken met Nederland voor ons. En ja, het zonnetje schijnt heerlijk. Ik ben zo blij dat ik geen jas mee heb. Jij ook, hè, Moes? Ja, nu is het lekker. Nu is het lekker, straks is het nog warmer. Het was net al best wel warm. En op de boot wilden we tosti halen, maar helaas... was hun café, of de, ja, hun café was niet aangevuld. Die man was super chagrijnig. Degene die het moest aanvullen, die nam de telefoon niet op. En hij zei, ik weet ook niet hoe ik me moet verantwoorden tegenover mensen hier. Want iedereen moet eten, maar ik heb gewoon niks. Hij had wel brood, maar had geen kaas of sujuk of wat dan ook, zeg maar, om tosti's te maken. Maar normaal haalt iedereen daar de tosti. Maar we hebben wel lekker koffie gedronken. En tenminste, ik koffie en moest dat doen. Hetzelfde. Huh? Is hetzelfde. Nou, van koffie. Nee hoor, van koffie krijg je geen vleugels. Van Red Bull wel. Nou, ons busje is gestopt door de politie. En ik
ik denk dat er een controle is over wie hij vervoert en zo. Want de chauffeurs die zeg maar die rondrijden, die moeten officieel jou registreren. De kenteken toch? Ja. Anders mag dat niet, anders kunnen ze een boete krijgen. Kijk. Daar staat hij dan. Gaan we ook niet te lang filmen. Voordat we worden opgepakt hier. Nou, we zijn nu echt in het centrum van Nishantasje. Kijk, heel veel boutiques zijn dicht. Zoals jullie zien. En normaal zouden we hier echt niet zo door kunnen rijden, want het is altijd chaos hier. Echt chaos. Altijd als je naar Nishantasje komt, moet je echt rekening houden met traffic. Maar vandaag niet. Oh ja, daar heb je ook nog Istanbul. Moet echt gelijk. Oh ja. Ja, hier heb je dus nog Istanbul. Waar ik altijd kom, die is wel open, by the way. Nou, hier is dus die winkel waar we moeten zijn. Maar die is nog dicht. Dus we gaan even een beetje rondlopen totdat die open gaat. Hoe lang hebben we nog, Moes? Even kijken, nog 25 minuten. We kunnen ook naar de mall. De mol is wel open. Het is hierin. Dit is die mol. Zullen we naar de mol? Ja. Trouwens, guys, wat ik wilde zeggen is hier in Nishantasje, in die Cities Mall, hebben ze dus een hele grote Godiva café geopend. Helemaal beneden. Want dit had je eerst dus niet. Maar nu dus wel. Nou, we konden het niet laten om niet te gaan eten hier. We zijn bij Godiva. Godiva. We zijn bij Godiva. Bon appetit, Ashkem. Lekker. Ja? Is het lekker? Ik heb een sandwich met chicken, kip. En Moes heeft, wat had je ook al? Met mozzarella, hè? Goeie. En, by the way, strawberry ding. Nou, ik ga natuurlijk even een doosje dadels meenemen. My fave ever. Nou, Moesti, we zijn er. Nou, guys, ik heb ook een pak aan. En ik weet niet of ik deze moet doen. Of niet moet doen. Doen of niet doen. Ik twijfel zo erg. Nou, volgende stop is Tienjepark. We rijden nu even een garage van Tienjepark. Trouwens, Moes is geslaagd net. Hij heeft zijn pakken omgeruild. En hij heeft echt een hele leuke andere pak, zeg maar, in plaats van die ene grijze heb je zo'n donkerblauwe, hè, Moes? Ja. Die was nieuw. Die was echt veel mooier. Die is echt veel mooier. En ik heb ook nog een hemdje gescoord. Vond ik wel leuk om onder een colbert of zo te dragen. Laat ik jullie ook wel zien. Guys, kijk hoe leuk. Ik kom net uit de parkeergarage. En je hebt hier echt een mooie atelier. Je hebt hier echt mooie schilderijen. Super nice. Moes, hoe vaak zijn wij in Istinjepark geweest? Vaak. 300.000 keer denk ik. En het is de eerste keer dat we zo'n Istinjepazar zien. Kijk hoe leuk. Echt super leuk. Ik heb het toch leuk te zien. Kijk, hier kun je dus ook eten. Oh, zo leuk dit. Nou, ik klink heel enthousiast. Volgens mij heb je hier ook een visrestaurant. Groenteboer. Turkish Delight, bloemen, mocht je bloemen nodig hebben. Ja. Hartstikke leuk, hè? Yes. Moes, waar gaan we eten? Zoomen of niet? Ik heb nu eigenlijk geen honger, man. Nee, ik ook niet. Nog niet. We kunnen ook bij Zolo Center eten, bij de Italiaanse restaurant. Ja, daar heb ik meer zin. Ja?
Meer zin in dan sushi? Ja. Oké, dan gaan we daarheen. Nou, hier zitten we dan weer. We zijn even naar Istanbul geweest. Even een beetje rondgelopen. Ik wilde koffie halen bij Nespresso, maar het was zo'n lange rij dat ik dacht, laat maar zitten, ik order wel online. En we zijn even naar de Zara gegaan. Ik heb spijkerbroek voor Arda gescoord. Arda is echt zo, de laatste tijd wil hij niks dragen wat een beetje baggy valt. Hij is echt tegenovergestelde van zijn moeder en van zijn broertje. Hij heeft meer jouw kledingstijl, Arda. Hij houdt echt meer van skinny jeans en dat soort dingen. Dus ik was laatst weer eens shoppen voor hem. Hij zei laatst, mama, je hebt alles veel te groot gehaald. Terwijl dat niet zo is. Dus heb ik even een paar leuke spijkerbroeken bij de Zara gescoord voor hem. En ik heb ook zelf een hele leuke jas gescoord, by the way. Ik vind hem echt amazing. Laat ik jullie straks wel zien als ik thuis ben of morgen. Even kijken. En nu zijn we onderweg naar Zolle Center. Want we hebben besloten om niet bij Zuma te eten, maar bij... Was nou Perla of Parla? Ik haal het altijd door elkaar. Daar was ik ook laatst met de meiden. Parle. Restaurant. Dat zit beneden bij Zolle Center. En daar heb je hele lekkere pasta en dat soort dingen. En daar kwamen Mustafa en ik ook vroeger. Alleen moest is dat vergeten. Ik kan niet meer. Als we binnen zijn. Ja, zodat als we binnen zijn, dan denk je wel van oh ja. Je bent gespoeld door aliens, zeg je? Ja. Ga stuk. Maar ja, dus dat. En dan na Zolle Center gaan we weer lekker richting huis. We kwamen eigenlijk meer om zijn pakken om te ruilen, had ik al gezegd. En we wisten dat we van A naar B zouden gaan. En winkel in, winkel uit. En daarom hebben we de kinderen ook vandaag niet meegenomen. Want die moeten vandaag op tijd naar bed. Maar dat maakt niet uit, want de kinderen wilden absoluut niet mee. Maar die zijn de hele dag aan het spelen bij Duja. Na hun training heeft Duja ze opgehaald. Zijn de hele dag bij Duja aan het spelen samen met haar kids. Dus ze stuurden me steeds video's en zo. Die zijn helemaal los aan het gaan op het voetbalveld. Maakt niet uit hoe vaak ik naar Istanbul kom. Of hoe vaak ik nog zou komen. Ik raak deze stad nooit, maar dan ook nooit zat. Ik ben zo gek op Istanbul. It is not normal. Guys, kijk hoe mooi deze moskee is. Wauw. Is toch niet normaal. En het is die apart, Maar I didn't is hetzelfde als I did not. Dat is de afkorting. Wist je dat niet? I did not know. Ja, dat is precies hetzelfde als I didn't. Ja, maar het is I didn't know. Nee, dat is gewoon... Dat is beter Engels als je de... Nee, dat is gewoon voor... Dat is gewoon... Moest hij. Stel je voor dat jij, hoe heet dat, een brief moet schrijven naar de rechter of zo. Mag jij niet schrijven, I didn't know. Dan moet je, I did not know. Je schrijft toch geen brief naar de rechter? Of zeg ik iets verkeerd? Kijk, I don't know. Ik wilde wat posten op mijn story, dus ik liet het aan Moes zien. Van kijk, wat vind je hiervan? Dus ging hij die tekst lezen. Ik heb er gezet. How is it possible after visiting... Instinje Park heb ik goed. Instinje Park heb ik. Oh ja, Instinje. Sorry, die end zag ik niet. Maar ja, ik heb geschreven: How is it possible after visiting Instinje Park for 100,000 times that I did not know they have Instinje Pazar? Wij met onze krullen hemels. Maar wat ik wel weet is, wat ik heb geleerd is, I did not know, is hetzelfde als I didn't know. Als jij het zo goed weet, waarom vraag je het dan? Oké, come on. Nou jongens, wij zijn in een winkel beland. Wat ga je kijken? En ik heb Yeezys gescoord hier, die ik online niet kon scoren. So I'm really happy. En deze winkel zit by the way boven de Louis Vuitton winkel in Zolle Center. Dus echt boven de Louis Vuitton. Oh my god, guys. Onze voorgerechtjes. Burrata, geen idee wat. En spring rolls met beef. Lekker en moes. Bon appetit, Ashken.
Nou jongens, ik zit aan de ravioli. En Moes, wat had jij ook weer? Huisgemaakte fettuccinetti. Huisgemaakte fettuccinetti. Patchouli. Was het patchouli? Hier heb ik dus deze colonia vandaan, van Atelier Raboel. Toen ik vorige keer met mijn vriendinnen hier uit eten ging, hadden we deze gebruikt en het was zo lekker. Het ruikt zo niet normaal lekker, dus ik heb hem ook thuis. En moest die? Heerlijk. Jij wist dat niet. wat wachten we? Heb je een toetje besteld? Wat heb je besteld? Soufflé. Lekker? Lekker thuis? We hebben eten gehaald. Nee, wat? Niet lekker thuis. Waarom niet dan? Lekker mama. Ah, schatjes. Lekker handjes wassen. Goed zo, Arda. Nee, lekker wassen. Zijn. Ai, ai, ai. Guys, wij zijn net naar Chickefte geweest. Yummy. Tammy, Tammy. Nou, de jongens wilden per se donut. Ik heb ietsje kufte gehaald. 6 stuks opgewarmd. En we hebben alle 3 taco gehaald. Daarheen een licht aan. Waarom doe jij licht uit als jouw broertje daar nog is? Dat doe je expres. Laat die bal met rust. En doe alsjeblieft licht aanzetten. Dat is niet lief. Hij is zijn handen aan het wassen. Je... Ik ga stuk. Echt. Jongens, jongens, jongens. Echt boys. Maar en ik heb boodschapjes gedaan. Bij een winkel hier bij mij in de straat. De kids wilden per se dit. Ik heb organic pasta saus gehaald. Tomatensaus. Deze is echt super lekker. En hier in deze winkel heb je dus heel veel biologische dingen. Nou, vandaag heb ik er niet veel van gehaald of zo hoor. Maar deze sweet chili saus. Is, Nettie en ik maken dit echt letterlijk in een week op. Drinkfles vergeten. Ah, maakt niet uit, baby. Kan gebeuren. Slagroom. Dit wilde Arda per se. En dan Zeen heeft weer dit uitgekozen. Jawel. Helemaal niet. Die Coco Pops heb jij uitgekozen. En deze pasta heb jij ook uitgekozen. Ik weet niet eens of dit echt gezond voor jullie is. Arda, niet doen. Nee, nee, niet openmaken. Pas openmaken als wij hem echt gaan gebruiken. Nee, zonde. Want je gaat nu 1 keer hem in je mond doen en dan is het ook klaar. En we hebben broodjes gehaald, want Zee wilde per se hotdogs maken vandaag. Guys, ik heb voor deze sossies dus bijna 10 euro betaald. Ik vind dat echt zielig voor de mensen die hier wonen en bijvoorbeeld echt niet veel verdienen. Het is gewoon zo weinig voor bijna 10 euro. Dat is echt niet normaal. Maar goed, hotdogs gaan we maken, maar we gaan eerst onze taco's opeten, hè Arda? Kom, we gaan eerst onze taco's opeten, kom. Kom. Kijk, mama heeft hier ook heel veel afval liggen, die moeten we zo meteen in de emmer gooien. In welke emmer? Hier, die voor de deur staat. Die wordt vanavond opgehaald. Gaan we lekker taco's eten? Wat willen jullie daarbij drinken? Poep. Ze Arda. Dat is echt niet grappig. Je weet wat ik heb gezegd als het gaat om eten en dat soort dingen. Dat je dat soort dingen niet moet zeggen. Dat is echt niet netjes. Mama. En by the way, ik heb deze thee ontdekt.
detox tea. En dit is zo niet normaal lekker. Echt niet normaal lekker. Ja, jij vond hem niet lekker, hè? Zee vond hem wel lekker, by the way. Wat zullen we drinken? Hier, jij wil de Chef Thalia ijsthee? Peach, hier? Ja. Wacht. Hier hebben we ook een nieuwe. Maar die kan je even opmaken. Je maakt maar eerst die op. Nee, maak even eerst die op, Ada. Is hetzelfde. Oh, zonde. Wat wil je? Wil jij kerstensap? Wil je green tea? Of wil je kerstensap? Green tea. Green tea. Okay. Green tea. Green tea. Nee, zo heet het niet. Nou, Moes die is naar de training en die heeft vandaag 2 trainingen. Die is al sinds heel vroeg weg en die komt ook pas laat. En net die gaat volgende week, wanneer wij naar Nederland gaan, dezelfde dag gaat ze met ons mee naar Istanbul. We gaan overnachten in Istanbul, omdat wij hebben een hele vroege vlucht naar Nederland. Dus ik heb besloten om de kinderen na de schooltijd met hun gelijk te vertrekken richting Istanbul. En bij Sabiha op de airport te slapen. Daar heb je een hotel. Super makkelijk. En dan hoeven we ook niet 3 uur eerder op te staan. Is die van jou zeker? Oké. En ja, Nettie moet dus terug naar Indonesië. Want zij, we hebben problemen met haar visa. Ik vertel jullie straks wel wat er precies aan de hand is. Maar het is echt niet leuk. Dus hij moet, wat voor, wil je het openmaken? Kijk, zo is die. Is deze van jou, ja? Zo is de komkommer. Hoe is de komkommer? Zo. Oh, is hij zo gesneden? Dat is vet cool. Lekker zigzag, hè? Nou jongens, we hebben taco's. Lekker, lekker, lekker. Zeen, kijk, je moet hem zo eten. Kom, kijk, dan doe je dit. Zo. Heel goed indrukken, hier. Hier indrukken, in het midden, in het midden. Dit dus. Hm? Dit pas. We hebben ook iets de kufte. Die vinden wij heel lekker, hè, Arda? Ja. Hier. Zee niet. Er zit gehakt in. Maar gelukkig zit hier geen schaap. Schaapvlees, ja. Maar zo is het niet. Daar ben ik heel hard voor weg. Wat vind je van iets de kufte? Lekker? Ja. Waar smaakt het? Noedels? Ja. Smaakt het naar noedels? Ja. Ja, is ook echt vergelijkbaar. Vlees met noedels. Zijn, heb je last van je neusje? Ja. Ja? Wil je neus snuiten? Nee. Nee? Zee. Nou, lekker gegeten. En... geen zin om op te ruimen. Kennen jullie dat? Maar ja, ik haat om lang te wachten. Ik vind het fijn altijd om gelijk op te ruimen. Ja? Laatste tijden. Vroeger was ik wel eens tegenovergesteld. En dacht juist, laat het eten lekker zakken, jongens. En dan pas opruimen. Maar nu heb ik zoiets van lekker opruimen. En dan lekker chillen. Nou, gelukkig hebben we nog Nederlands tv. Qua zenders. Voel ik me nog een beetje Nederland. We hebben zo'n kastje, zo'n box meegenomen uit Nederland. Nou, heerlijk gegeten. We zijn al een paar uur verder. En ik heb hier iPads van Nivea. Aqua Rose. En ik heb al eerder deze iPads uitgeprobeerd. Ze zijn echt heerlijk. Dus ik ga deze even aanbrengen. En dan ga ik jullie laten zien wat ik gisteren heb gehaald in Istanbul. Nou, ik zat net dus naar RTL Boulevard te kijken. En ik zag dus dat koffietijd gaat stoppen. En sinds dat ik in Turkije ben, kijk ik bijna dagelijks naar koffietijd. En ervoorheen keek ik het ook wel eens wanneer ik tijd had. Maar ja, aangezien ik nu achter mijn laptop zit te werken de hele dag, zet ik altijd koffietijd op. En ik vond het echt een heel interessant programma. En ik dacht laatst nog van, echt jammer dat ik dit in Nederland niet dagelijks heb gevolgd eigenlijk. Weet je wel, want je kunt het ook natuurlijk terugkijken. En opeens komt vandaag naar buiten dat ze gaan stoppen. Ik vind het echt jammer. Wat vinden jullie ervan? Of keken jullie nooit naar koffietijd? Ik vind het echt jammer. Maar ja, even over gisteren. Zoals jullie weten zijn we naar Istanbul gegaan. En Moes is geslaagd uiteindelijk. Volgens mij had ik dat al gezegd. Daar waren we ook voor gegaan. En
Onder deze video post ik ook het nummer van de chauffeur die ons gisteren heeft rondgereden. Het is echt, qua prijs is hij echt heel goed vergeleken met wat ze tegenwoordig vragen. Oh my god, mijn huid is zo slecht aan het doen de laatste tijd. I don't know why. Maar ik laat jullie even zien wat ik gisteren heb gehaald. Ik begin even met een hemd die ik hier heb liggen. Ik heb zo'n hemd gehaald. Of crop top. Ja, het is niet echt een crop top eigenlijk. Het is meer een hemd. Ja, ik noem het een hemd. Ik weet niet hoe jij het wilt noemen. Van Le Benjamins. Of Les Benjamins. Ik denk dat het Le Benjamins is. Maar goed, deze heb ik gehaald. En deze heb ik echt puur gehaald om onder een colbert te dragen. En ik heb gisteren deze even gepast onder een colbert. Dat is dus echt heel mooi. Want je colbert valt dan zo. Dan zie je dit niet. En dan zie je dit gedeelte zie je dan wel. Ik vind het echt heel vet. Vooral met een zwarte pak, zeg maar. Met een zwarte colbert. Of met een juist een hele felle kleur. Jammer dat ze deze niet in het wit hadden. Anders had ik hem ook zeker gehaald voor de zomerperiode. En daarnaast heb ik deze Yeezys gescoord. En as you know, Kanye West en Adidas hebben volgens mij ruzie. En gaat hij misschien, weet ik veel, Adidas heeft met hem samenwerking gestopt. En whatever. Dus niemand weet wat er gaat komen, wat er gaat gebeuren met Yeezys. En deze, ik had laatst meegedaan aan de loting in Nederland. Was ik niet uitgeloot. En daarnaast had ik ook in Turkije geprobeerd om ze online aan te schaffen. Maar ik was net te laat, want ze waren blijkbaar een dag eerder in Turkije online. Dat wist ik niet. En ik kon mijn maat niet meer selecteren. Want in Turkije kom je er makkelijker aan. Als ze online op de website kwamen. Ja, nu komen ze niet meer op de Adidas website. Maar in ieder geval, ik heb deze Yeezys gescoord. En ik moet ook eerlijk toegeven dat op de website van Adidas of op de foto's zien ze veel lichter uit. Ik heb natuurlijk ook van dit model heb ik die lichte, die beige. Daar ben ik heel erg gek op. Daar ben ik ook heel zuinig mee. En nu heb ik deze. Ik vind dit model echt amazing. En mensen zeggen altijd tegen mij, jij moet je alien schoenen. But I like them so much. En ik heb deze, by the way, in maat 39 gehaald. Ik heb nog nooit schoenen in maat 39 gehaald. En die witte hiervan heb ik gewoon in 38 2/3. Dat is de maat van die. Dat is mijn schoenmaat als het gaat om Yeezys. Maar ik merkte al met die licht, met dat lichte model hiervan die ik heb, dat ze wat strakker zitten dan de andere modellen. Dus ik was wel blij dat ik gisteren dus deze 39 heb gepast. En die man zei ook tegen mij, dit model valt echt het kleinst uit. Dus ik denk dat je sowieso dan 39 moet hebben. Dus, en ik heb best wel brede voeten. Dus dat is echt heel erg fijn. Nou, zo zien ze eruit. Terwijl ze op de foto's veel lichter lijken. Ik vind ze echt heel mooi. Dit is, by the way, om even kijken welke kleur dit is. Ik had laatst nog opgezocht. Dit is, staat niet eens bij, of wel, staat Stofla erop. Stofla staat erbij. En that's it. Yeezy 450. Misschien dat ik de zwarte nog ga aanschaffen. Voordat ik ze straks over een jaar alleen maar voor €2000 kan aanschaffen ofzo. Je weet niet welke kant het op gaat. Deze homespray gehaald van Zara Eternal Musk. Hij ruikt zo abnormaal lekker. En ik ben helemaal verslaafd aan homesprays. En moest zeggen ze tegen mij, oké, nu moet je echt kappen. Nu moet je echt ophouden met je homesprays. Dat is niet normaal meer. Wat ik ook heb gehaald is een hele leuke jas bij de Zara. Laat ik jullie even zien. Die heb ik namelijk opgehangen. Dat is dus, oh my god, die belichting is hier zo slecht. Wacht, ik ga hem even anders pakken. Misschien zo. Kijk, dat is dus zo'n jas. Hij is best wel lang. Hij komt voor mij echt, weet ik niet, tot bijna aan mijn enkels. Het is echt een super warme jas. En hij ziet er kwalitatief ook echt heel sterk en heel goed uit. Sterk bedoel ik in de zin van hij is echt dik. Hij is niet zo'n slappe jas, zeg maar. En dit is het artikelnummer voor de mensen die dat willen weten. En ik heb maat XS en hij was 1599 lira. En dan moet je delen door 18 en dan weet je hoeveel euro dat is. En volgens mij valt Zara hier iets goedkoper uit momenteel vanwege de koers. En ik ga hem even aantrekken en even kijken, er zit zo'n knoop bij. En hij is by the way echt donker, donkerbruin. En ik ga hem nu aantrekken en laat ik jullie even zien. Nou, zo zien jullie niks.
Zet mijn camera even lager. Zo kan ik het jullie denk ik beter laten zien. Zo, ik ben wel heel ver. Maar zo ziet hij er dus uit. Hij valt echt ook echt wel oversized. Ook bij mij. De mouwen zijn ook wel iets aan de lange kant. Maar de verkoopster zei tegen mij... of de winkelmedewerker zei tegen mij... Je kunt ook zo doen. Dat vind ik ook wel gaaf. Om dit zeg maar zo op te vouwen. En sorry voor mijn belichting, guys. Kan ik echt niks aan doen. Nou, in ieder geval, zo ziet hij eruit. Ik vind hem echt heel mooi. Hij heeft ook van die hele fijne lage zakken. Daar hou ik echt super erg van. Het is een soort van teddy. Maar hij is ook weer niet zo heel overdreven teddycoat. Zeg maar wat je tegenwoordig ziet van die hele, overdreven oversized teddycoats. En kijk, als ik nu deze schoenen naast het donkerbruine hou. Dan zien jullie, ik denk dat jullie de kleur van de schoenen nu beter zien. Nou, wat mij ook heel erg leuk leek om gelijk met jullie te delen is het volgende. Zoals jullie weten zijn wij heel lang bezig met het maken van de haircare lijn voor Mieke Amsterdam. En wij hebben ook nu een nieuwe stap gezet voor onze brand. Wij zijn namelijk officieel samen gaan werken met een PR-bureau in Nederland. Met Mooi de Agency. Wij hebben voor Mooi de Agency gekozen omdat wij, tenminste ik zelf, ook ervaring heb met hun. Ik heb natuurlijk afgelopen 2 jaar heb ik van hun PR-pakketten ontvangen van verschillende merken. Ik ben naar hun events gegaan, hun eigen events. Hun hebben mij uitgenodigd voor heel veel verschillende events, voor verschillende merken waar ik aanwezig mocht zijn. Waar ik met heel veel liefde naartoe ging. En ik ken best wel veel mensen die daar werken. Waar je toch een soort van een contact op. En ik heb gewoon super veel vertrouwen in hun en in hun werk. En in het PR-bureau zeg maar zelf. En je hebt in Nederland natuurlijk verschillende PR-bureaus. Maar uiteindelijk hebben we voor Mooi de Agency gekozen. En wij gaan nu een samenwerking van 6 maanden aan met hun. En wij hebben er super veel zin in. Ze hebben het gisteren ook online gepost op hun Instagram. En ik heb ook heel veel liefde en heel veel positieve berichten erover ontvangen. Dus ik ben echt super benieuwd hoe dat gaat zijn. Want wij hebben daar natuurlijk tot nu toe geen ervaring als merk zijnde mee gehad. Ik heb wel als influencer zijnde of content creator zijnde, of hoe je me ook wilt noemen, ervaring ermee gehad. En dat is alleen maar positief bevallen. Dus ik ben echt benieuwd en super excited. En ik post ook onder deze video een link van de Instagram pagina van hun. Dus ik zou zeggen, ga naar hun Instagram pagina en... geef ons heel veel liefde. En wat ik ook dus wilde delen met jullie is het volgende. Zoals jullie weten, zoals ik al net zei, we zijn bezig met haircare lijn voor Mieke. Ik ben er al heel lang mee bezig. En uiteindelijk wil ik jullie laten zien samples die we hebben gemaakt tot nu toe. Het eindresultaat zit hier niet tussen. Dat wil ik ook nog niet laten zien. Maar dit zijn bijvoorbeeld de samples die we tot nu toe hebben gemaakt. Ik heb ook ergens doppen. Allerlei soorten kleuren doppen. We hebben nog andere soorten flessen gehad. Maar dit is dus een kleur die ze voor mij hadden geverfd. Dus we gingen bijna akkoord met deze kleur. Dus niet het fles, maar de kleur. En uiteindelijk hebben we deze kleur veranderd. Omdat het product wat we zeg maar, als eerst gaan uitbrengen, de Nourishing Shampoo, is voor alle haartypes, maar het is ook unisex. Dus als je het aanschaft, ja, is het voor een man en een vrouw. En we vonden deze kleur dan niet bepaald erbij passen. Dat begrijpen jullie denk ik wel. Uiteindelijk heb ik gezegd, ik wil mat gaan. En ben ik voor deze kleur gegaan in mat. Alleen wat je dus heel erg ziet hier. Omdat het mat is en omdat het zeg maar geverfd wordt. Zie je de lijnen van de fles heel erg terugkomen. Dat vond ik dus niet mooi. En daardoor heb ik dus ook gezegd nee, ik wil geen mat meer. En uiteindelijk hebben ze ons ook dit als fles toegestuurd. Dus het ging echt puur om de fles, niet om de kleur. En nou, deze flesvorm vond ik dus heel erg mooi. Dus het kan zijn dat het deze vorm fles wordt. En eerst dachten we van we gaan voor een pomp zeg maar.
En uiteindelijk hebben we besloten om niet voor een pomp te gaan. Want ik vind persoonlijk een pomp vind ik heel erg fijn op een wastafel. Als een handzeep bijvoorbeeld. Maar niet voor een shampoo. Want sommige mensen hebben het op de grond. Sommige mensen hebben het best wel hoog. En als je dan elke keer zo dit moet gaan doen. Is het gewoon niet heel erg handig. Dat is tenminste mijn ervaring. Maar we hebben ook heel veel mensen om ons heen gevraagd van wat hebben jullie, waar gaat jullie voor kunnen uit? En 9 van de 10 zeiden mensen, ja, voor een handzeep is een pomp wel heel erg fijn, maar voor een haarshampoo is dat niet ideaal. En vooral niet als je gaat reizen en je wilt dat hele fles meenemen, dan is dat helemaal niet ideaal. Maar 9 van de 10 gaat dat ding, als je hem zeg maar naar rechts draait of naar links draait om een blok te zetten, gaat het dan weer open en gaat het lekken. En dat dacht ik, dat is ook een hele goeie. En dus het wordt sowieso geen pomp. En het wordt wel deze kleur. Maar het wordt niet mat. Dus het wordt glans. Fles met heel veel glans en deze kleur. Maar het wordt... logo wordt goud. Voor de rest wil ik er niks meer over zeggen. Maar het wordt echt een amazing product. En ik kan niet wachten. En ik heb ook last minute besloten om het wel in een box te doen. Zij komt wel met een verpakking. Eerst dachten we nee, we gaan niet voor een verpakking. Uiteindelijk hebben we gezegd we gaan wel voor een verpakking. En de verpakking laat ik ook hier in Turkije maken. Want de shampoo wordt ook hier geproduceerd. De flesjes worden ook hier gemaakt. De flesjes worden ook hier gekleurd. Alles wordt in Turkije gedaan. Alleen ik moest dus kiezen of ik ga voor safe spelen en ik laat die de packaging van dus niet dat flesje maar het doosje eromheen hier ook maken, maar dat was 62 euro cent per doos, dus echt per karton zeg maar. Dus nogmaals, het gaat niet om het product of om het fles, want daar zijn hele andere tarieven voor. Maar het gaat echt puur om die verpakking hier eromheen, zeg maar. Dat kartonnen doosje wat je openmaakt om dit eruit te halen. Dat was dus 62 cent per stuk. Nou, we gaan heel veel produceren. Het gaat echt om een hele grote aantal. En als je dat 62 euro cent keer dat doet, ja, dan... komt er een bedrag uit waarvan je denkt van, is dit haalbaar voor mij? Is dit haalbaar qua verkoopprijs? Is dit haalbaar voor qua omzet? Is dit gewoon überhaupt haalbaar? Omdat het een nieuwe lijn is en je weet ook niet hoe het gaat lopen. Dus het is echt een risico die je neemt. En het gaat niet om 1000 euro of wat dan ook. Het gaat om duizenden euro's. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga kijken in China. Misschien kan ik in China het veel goedkoper maken. Dus echt dat kartonnen verpakking. Nou, zo gezegd, zo gedaan. China kon ik het veel goedkoper maken. Maar ja, 1. Je neemt het risico omdat je niet weet wat je te wachten staat. 2. Productietijd is veel langer. 3. Dan moeten we het zelf inpakken. Dus dan krijgen we de shampoos zo uit Turkije geleverd. En dan krijgen we zeg maar die kartonnen dozen uit China geleverd. Dan moeten wij dus in Nederland dat per product in gaan pakken. Er zit ook tijd aan verbonden. Er zit ook kosten aan verbonden. Dus ik had echt zoiets van wat moet ik doen. Ik heb met meerdere mensen hierover gepraat. Die ook ervaring hebben. En uiteindelijk heb ik tegen mezelf gezegd. Mali. Als je iets onderneemt, is het gewoon risico's nemen. Ga gewoon voor de veilige kant. Laat het gewoon door de fabriek zelf produceren. Al gaat het je een paar duizenden euro's meer kosten. Want in China was het 80% bijna goedkoper. Dan het hier laten maken. Maar zoals ik al zei, oh my god, ik heb echt last van mijn droge hoest. Sorry hoor. Nou, uiteindelijk... heb ik besloten om het toch hier in Turkije te doen. Dus ik ga veel meer investeren erin. Omdat ik dus dat extraatje erbij wilde. Maar het enige wat ik hiermee wil is dat ik gewoon heel veel mensen blij kan maken met een product. We zijn nog heel erg aan het twijfelen over de verkoopprijs van de haar shampoo en de hair conditioner. Er zitten... meer dan 3 natuurlijke oliën in. Wat ook kostbaar zijn om toe te voegen aan je product. Vaak zie je bij shampoos dat er max 1 of 2 echt natuurlijke oliën in zitten. Nou, in ons product zitten er zeker
meerdere natuurlijke olie in. Dat is per se wat ik wilde. Zelfs de fabrikant zei, oké, nu ga je echt te ver. Ik zei, nee, dit is echt wat ik wil. En, en het product is gewoon natuurlijk. Het is vegan, cruelty free, paraben free. Voor alle haartypes. En ik weet niet wat ik er nog over moet zeggen. Ja, ik hoop gewoon dat ik heel veel vrouwen en mannen hiermee blij kan maken. En dat het gewoon... Ja, dat het gewoon met heel veel liefde wordt gebruikt uiteindelijk. Ik vind het best wel lastig om te ondernemen vanuit het buitenland. Ik had er in het begin minder moeite mee, maar het wordt steeds zwaarder en zwaarder. Ik ben wel blij dat ik volgende week naar Nederland ga en dat ik even extra wat langer blijf in Nederland, omdat ik echt heel veel moet doen. Ook vanwege de feestdagen die eraan komen, Black Friday die eraan komt. We hebben een nieuwe bedrijfspand nodig en we kunnen het maar niet vinden en maar niet vinden een ideale waarde. Gisteren dachten we iets te hebben gevonden wat echt gewoon amazing was, maar het is verhuurd. We zijn wel op de lijst gezet. Het was echt een pand dat je denkt, oké, alleen de tafel erheen en een leuke koelkastje er neerzetten en je bent er. Het zag er zo mooi uit. We hoeven niet te gaan verven, hoeven niet een vloer te gaan leggen. En daar heb ik allemaal geen tijd voor en geen zin in, want ik ben gewoon niet in Nederland. Als ik in Nederland was, hadden we al lang een bedrijfspand gevonden. Maar dat hele renovatie en weet ik veel, al die dingen die erbij komen kijken, daar heb ik allemaal geen zin in om vanuit het buitenland te doen. En mijn kinderen zitten op school. En ik wil hun ook niet om de 3 weken naar Nederland meenemen. Omdat ik puntjes op de i moet zetten in Nederland. Gelukkig heb ik wel een team. Maar we gaan binnenkort wel onze team versterken. Vanaf januari wil ik echt, zodra wij een nieuwe bedrijfspand hebben, wil ik gewoon echt mijn team gaan versterken. Dus we gaan sowieso vacatures online plaatsen. Dus hou onze social media kanalen in de gaten. Ik heb het echt zwaar onderschat en ik heb er wel echt moeite mee. En ik heb wel dagen dat ik echt gewoon een traantje laat vallen. En ik denk van, hoe ga ik dit doen? Hoe is dit haalbaar? Want het gaat om best wel grote investeringen. Ik heb toevallig eergisteren heb ik, nee niet eergisteren, vorige week heb ik met mijn boekhouder gesproken en heb ik dus de cijfers toegestuurd gekregen wat ik tot nu toe dit jaar alleen al heb geïnvesteerd in Mika. En geloof me, dat is gewoon echt heel veel. Daar kun je gewoon bijna een huis mee halen. Daar kun je eigenlijk een huis mee halen. Als ik zo 1, 2, 3 nadenk. En dan, het zijn best wel grote risico's die je neemt. En ja, ik heb er moeite mee en de ene dag denk ik, nee joh Mali, het komt goed, weet je, het loopt lekker, het komt goed. Maar soms heb ik van die angsten dat ik denk van, nee man, ik weet niet hoe ik dit allemaal moet gaan doen, ik weet niet hoe ik dit allemaal moet gaan verdelen en I don't know. Ik vind het echt lastig jongens, ik zit echt in de knoop met mezelf en ik wilde dit met jullie delen. Want ik heb in mijn vorige video gezegd, ik ga ook een negatieve kant, minder leuke dingen of dingen waar ik mee zit, ga ik met jullie delen. En dit is dus echt puur vanuit mijn hart, dat ik gewoon op dit moment met mezelf, als het gaat om werk, zwaar in de knoop zit. En het is echt niet dat ik denk van, oh ik wil nu terug naar Nederland en ik wil daar gaan vestigen, absoluut niet. Want niks gaat buiten het geluk om van mijn gezin of mijn kinderen. Ik geef alles wat mijn kinderen nodig hebben. Mijn kinderen komen gewoon op nummer 1. Alleen het is gewoon lastig. Het is gewoon lastig om alles te combineren. En ik merk gewoon, hele dag achter de laptop zitten en werken is gewoon heel lastig. En het is gewoon heel erg vermoeiend ook. That's it. Dat is wat ik met jullie wilde delen. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Sorry voor mijn gezeik. Ik hou super veel van jullie. En aanstaande zondag komt weer een video online.